Lieverd. Hoi, tante Kes. Mevrouw Matsuda zit in het restaurant en ze draagt iets wat geen enkele oude vrouw zou moeten dragen. Vind je altijd grappig, toch? Kom even naar beneden. Straks misschien. Oh, de universiteit heeft gebeld. De lessen zijn een paar weken geleden begonnen, maar je mag je nog steeds inschrijven, als je wil. Oké, dank je. Ik zal erover nadenken. Even kijken hoe het met je gaat. We missen je, kleine vriend. Hiro, als ik nu één superkracht zou mogen kiezen, dan zou ik willen dat ik door deze lens kon kruipen om je een knuffel. Auw! Auw! Hallo, ik ben Baymax, uw persoonlijke verzorgingsbewaker. Hey, Baymax, ik wist niet dat je nog actief was. Ik hoorde een verontrustend geluid. Wat is er aan de hand? Oh, er is iets op me tegengevallen. Het gaat wel. Op een schaal van 1 tot 10, hoe ernstig is uw pijn? 0? Echt, het gaat wel. Dank je. Loop maar weer leeg. Doet het pijn als ik het aanraak? Nee, dat hoeft niet. Niet aanraken. Het gaat wel. Auw. U bent gevallen. Denk je? Auw. Op een schaal van 1... Auw. Op een schaal... Op een schaal... Op een schaal van 1 tot 10... Op een schaal van 1 tot 10... Hoe ernstig is uw pijn? 0. Huilen is niet erg. Nee. Huilen nee. is een natuurlijke reactie op ik pijn. Ik huil helemaal niet. Ik ga u nu scannen op verwondingen. Als je het maar laat. Scan voltooid. Ongelooflijk. U heeft geen verwondingen. Maar volgens uw hormoon- en neurotransmitterwaarden heeft u last van stemmingswisselingen. Gebruikelijk bij adolescentie. Diagnose: puberteit. Wow, wat? Oké, okay. Ga maar terug in je koffer. Verwacht een toename van lichaamshaar, met name op uw gezicht, borst, oksels en... Dank je, dat is genoeg. U zult ook last krijgen van vreemde en sterke behoeften. Oké, okay. Word maar weer lekker klein. Ik kan pas deactiveren als u zegt dat u tevreden bent over uw behandeling. Prima, ik ben tevreden over mijn... Huh? Mijn microbot? Ik snap er helemaal niks van. Puberteit is vaak een ingewikkelde tijd voor een jonge kerel die opbloeit tot een sterke man. Nee, hij wordt aangetrokken door andere microbots, maar dat is onmogelijk, want die zijn vernietigd door de brand. Dit ding is kapot. Uw kleine robot wil heel graag ergens heen. Oh ja? Anders zoek jij even uit waar naartoe. Zou dat uw stemmingswisselingen in balans brengen? Absoluut. Baymax? Tante Kes. Wauw, je bent beneden. Ja, ik vond het wel tijd worden. Ga je je inschrijven op die school? Ja, alles wat je vanmorgen zei was super inspirerend. Oh, lieverd, dat is geweldig. Uh-huh. Oké,
Vanavond je lievelingseten. Een portie kippenvleugels met die hete saus waar je tong van in de fik gaat. Oké, klinkt goed. Mooi zo. Nog eentje.